You should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the aller fucking eerste Black Ops 3 pot, jongens. Ik ga gelijk dood, boeit me geen ene fuck. Het is wel jammer dat normaal probeer ik altijd een skill te krijgen dat ik dood ga, maar ik kan met mijn setting even snel bezig. Op zich telt hij niet. Ik moet even mijn sensitivity wel hoger zetten. Dan denk ik, Riley, what the fuck, nog hoger. Ja, jongens, nog hoger. Goed zo. We spelen op de Mac Aquarium of Aquarium, whatever the fuck je het ook uitspreekt. En natuurlijk een beetje vissen. We gaan kijken of wij een beetje van de score kunnen neerzetten. Ik ken deze map totaal niet. Ik heb totaal geen enkele map ken ik, behalve van de beta natuurlijk. Die ken ik natuurlijk wel. Dus ik ga even spelen. Ik wil even één ding aan jullie vragen en een eerlijk antwoord geven. Als je op de PlayStation 4 gamet, mijn PlayStation maakt zo hard geluid. Dat doe weet je wel, zo gaat dat. Ik weet niet of je het horen, misschien kun je het horen, weet ik niet. Weet jullie waar dat aan ligt? Want misschien dat dat het spel, weet ik veel wat, maar ik ben bang dat die kapot gaat, weet je wel. Ik ben altijd bang dat zoiets duurt kapot gaat. Ah, fuck jou, jongen. Kutcamper. Kijk hem weer zitten. Eerste dead. Tenminste, eigenlijk twee dead, maar die andere dead tel niet echt. Eerste dead is gelijk weer een camper. Dat betekent dat hij niet heel goed teken is. Hey. Hey. Zo. Ik heb wel. Ik kan nog niet op tactical staan. Dus ik moet schieten met R2 in plaats van R1 of zo. Moet ik even zo meteen even snel gaan veranderen. Anders duurt het te lang voor jullie voor die settings. Kijk, ik kan al je map kennis hebben, maar achter ben ik niet, jongens. Ik ben gewoon niet achterlijk, zeg maar. Kijk, we onze eerste streaks kunnen binnenhalen. Ik vind de minimap lijkt heel erg op Black Ops 2. Dat vind ik eigenlijk wel positief. Oh shit, wat? Oh, lekkere headcritch. Hoe zet je het ook weer in? Oh ja, zo. Oh, dat is deze. Dit is wel handig. Dan kan je mensen op de muur in zien. Het is al een beetje ontdekken voor mij. En voor jullie ook allemaal trouwens. Dus er komen wat informatievideo's aan. Van de camo maken. En wat is dit, wat is dat. Zulke video's komen aan. Er komen Nuketown video komt morgen al. Dat flap ik alvast. Ja, Nuketown. Die gaan we natuurlijk spelen. Wat komt nog meer? Van alles. Heel de week lang. Met de weekend erbij. Zondag kwam wel een gastrolletje online. Van iemand hem gewoon beloofd. En dat doe ik ook gewoon voor hem. Maar verder komt alleen maar Black Ops online. Morgen Nuketown. Hoe laat weet ik niet. Ik denk hij is in de avond. Maar dat moeten jullie dan maar even ontdekken. Oh, eet. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Wij gaan 6 of 4. We zullen gelijk MPV. Oh, MPV, ja. Eerst van de map. Laat ik het zo maar even noemen. Misschien klink ik heel druk voor jullie. Maar ik ben echt hyped. Normaal, ik ben nooit zo. Ik heb nooit zo erg zin in gehad in de Call of Duty als nu. De laatste keer dat ik zo hyped was voor een game als voor GTA. Dat was echt. Oh, kom eens hier. Waar had we graag granaten gebruiken? Wil je een motherfucker? Haha! Bam! Jackie Boy rot camper. Haha! Oh, die vond ik even leuk. Mijn eerste camper heb ik op de donder gekregen. Oh, dat is niet slim, Riley. Dat is niet slim om nou te geschieten. Hier, pak haar, bitch. Oh shit. Twee man. Twee man. Ik wist dat er twee man stonden. Dat is fucked. Dat is fucked up. Kijk, eerst potje misschien slecht, jongens. Dat kan, want mijn eerste potje neem ik altijd eigenlijk op. Tenminste, altijd. Eerste jaar, maar. Eerste potje neem ik gewoon meestal op van een nieuwe game. En dan kan het goed gaan of slecht. En nou is het. Ja, geen van bij eigenlijk. Ik ga niet echt zeggen, oh, ik ga Riley slecht. Voor de eerste keer. En je moet ook rekening houden. Kijk, je hebt YouTubers die echt kapot goed gaan. Zoals Jurassic bijvoorbeeld, die gaan hartstikke baas gelijk. En weet ik veel wat. En onthoud maar één ding, hij speelt het spel al langer. Hij weet veel van het spel. Plus hij is ook gewoon veel beter. Dat geef ik eerlijk toe. En dan denken jullie, ja, het eerste potje was voor mij was hartstikke goed. Oké, dat kan. Maar probeer dan eens even een commentary eroverheen te lullen. En constant blijven praten, duidelijk blijven praten. Dat vind ik soms zelf wel lastig hoor, duidelijk blijven praten.
Oh, eet. Dus, oh, mijn eerste drie dames en heren, UV. We gaan even kijken waar ze zitten. Kan ik dat zien? Oh, sniper. Fuck, fuck, fuck. Ah, nee, twee waren sandwich. Ik zag hem nog net lopen, ik kon net draaien, maar ik werd gesandwiched. Kut. Maar, kon je ondertussen al in de comments zetten waar mijn PlayStation zo lawaai maakt? Want dan bepaal ik oh, ja. Die granaten zijn steeds overpowered. Beter waren ze overpowered, dan ga ik gelijk dood hoor. Maar, deze map... kan ermee door. Is niet mijn lievelingsmap, denk ik. Maar ik denk wel... oh, weer granaat. Die gaat echt heel sterk. Die moet ze even gaan patchen, die granaten. Maar deze map... hoe vind ik die? Ja, ik vind het wel redelijk. Ik zie nog een enemy hier... rechts van mij lopen. Ik zie nog meer enemies daar, hoor. Oh, killsteal. Hey. Oké. Ik ga even hier rechts kijken. Kan je glijden? Oh ja. Het gaat allemaal soepeler, mensen. Ik vond het beta voor Gashik leuk, omdat het een beta. Ik had heel slecht in met de beta, want ik had een nieuwe router. Dat is echt kut. Maar ik heb ook kabel en ik... oh shit, ik geniet er echt van. Ik ga 15 op 9. Niet heel goed. Maar zoals je weet, commentaar hier overheen lullen. Echt voor altijd moet je natuurlijk een beetje doen. Oh shit. Ik ben steeds level 1, hè? Ik weet dat je heel slow level, maar normaal was ik al level 3 bij een Call of Duty. Level 4! Bij een Call of Duty. Oh, AIDS! Kom mensen aan. Oh, oh, double kill. Ik had die gast met die granaat, had ik ook in mijn rug. Fuck, 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 fuck. Ik ben benieuwd of gaat de 100, vind ik die deathmatch trouwens. 72 tot het hoofd, of 75 of tot de 100. En level up, dames en heren. Lekker muziekje eronder. Top. Eerste potje. Wij gaan 20 op 10. 2KD. Kant ermee door. Niet al het beste potje, maar... het gaat. Het is... ik ben hartstikke tevreden over de game. Was altijd. Nieuwe game is al tevreden. En over een paar weken denken mensen... ah, oh, wat een kut game. Geloof me, dan gaan mensen echt zeggen. Let maar op in je omgeving. Niks tegen hun zeg maar. Ze gaan het zeggen. Let op. Dus laat een like achter, 20 likes. Ik vraag veel van jullie. Ik ben hartstikke hyped. Ik vraag hartstikke veel van jullie, 20 likes. Nieuwe game, eerst potje. Moeten jullie kunnen, ja? Nieuw begin van mijn kanaal eigenlijk. Dus kom op. Dan zie ik jullie morgen. Dus zaterdag met een Nuketown video op mijn kanaal. Later mensen.